Oud-korpschef van politie Paul Monsels is gisteren gecremeerd. Monsels overleed op 13 maart op 77-jarige leeftijd. Hij was korpschef van 1 januari 86 tot 1 januari 1994. Gewezen korpschef Carlo Hunsel gaf aan hoe Monsels in de omgang was en wat het verlies betekent. Monsels heeft zijn politieopleiding in Apeldoorn, Nederland gedaan. Hij was waarnemend korpschef van 1983 tot en met 1986, waarna hij officieel in de functie werd benoemd. De taken, mevrouw de tempo van de Surinaamse samenleving vanuit het korps politie Suriname en vanuit brandweer en andere groepen waaraan hij leiding heeft mogen geven. We kunnen niet anders zeggen dan dat hij een grote man is geweest. Een man met daadkracht. Een man die resultaten wist neer te leggen. We zijn ook veel dankbaar daarom, dankbaarheid aan hem verschuldigd. Op de wijze waarop hij dat gedaan heeft in zijn tijd. En niet alleen maar binnen het korps, of binnen de korpsen. Maar ook daarbuiten. Waarnemend korpschef van politie Ruben Kensen gaf aan dat Monsels onder vaak turbulente maatschappelijke omstandigheden de politieorganisatie heeft moeten leiden. Kensen onderstreepte dat de overleden korpschef ook opperbrandmeester van het korps brandweer Suriname was geweest. Wij zijn voor dankbaar dat hij de gezekende leeftijd van 77 jaar heeft mogen bereiken. De heer Paul Monsel kan gekenmerkt worden als een man die met liefde gekozen heeft om vanuit het korps de gemeenschap ten dienste te zijn. Met zijn kennis en kunde heeft hij de organisatie als een waardige stuurman door vele stormen geleid. Hij stond er bekend voor om dapper, onbevreesd en ongezouten zijn mening te uiten. Zijn besluiten waren steeds goed doordacht en koos altijd voor een weloverwogen zijn woorden. Bij hem was het vrijwel niet mogelijk en knallen voor zijn kunnen te vervoegen. Principieel ideologisch en vastberaden waren ze standpunt. Deze enkele goede eigenschappen de heer Monsel zich eigen had gemaakt om met een perfecte voorbeeld te zijn van een goede politieman. Monsels is met aangepaste korpseer gecremeerd.